elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Almere en RKC allebei goed in de beker. Nu nog in de competitie. Goede steekbal. Daar is Soleri. Dan is er al gefloten en gaat Fase met twee benen vooruit richting de Italiaanse aanvaller. De huurling van AS Roma. Dat levert eventjes wat verwikkelingen op in de Flevopolder. Hier de grote kans en Fase met een prima redding. Kans is van dichtbij voor en voor Midis. Die hier nog een keer kan schieten, maar weer Fasen op zijn weg treft. Het betere spel in deze fase van Almere. Maar ja, je moet ook doelpunten maken. Almere dat slecht begon, maar het inmiddels prima op de rit heeft en de vierde plaats. En hier is Vossenbelt. Vorig jaar maakte hij er 15 voor Den Bosch. Almere zei, kip ik heb je, kom maar bij ons. En hier is die trefzeker en dat is die al voor de vijfde keer. Sijs in de tweede helft namens RKC. Hansson, de huurling van Feyenoord. Sijs met de buitenkant, nonchalant, Koenraads. Oh, dit is prachtig. Hogeschoolvoetbal op Brabantse voeten. Hier Sijs, van de week al de held. Vol vertrouwen natuurlijk door zijn goals tegen NAC in de beker. En Koenraads over vertrouwen gesproken. Eerste goal in het betaalde voetbal. En wat voor een. Weer een opstootje met Soleri, de Italiaan, en Doeman Fase van RKC. Die hebben het steeds met elkaar aan de stok. Dat wordt geen kaasfonduutje op zondagavond. Wel geel van Ruperti. Ja, en daar kan Jim, de coach van RKC, dan wel mee leven. Krijgt die duel nog een winnaar? Almere zou daar dan het meeste recht op hebben. Kalkan, de Roemeen, die vorig jaar nog bij Dordrecht speelde, mag hier door. Slecht verdedigen en het is zijn avond. Je kunt niet anders zeggen dan dat het de avond is van Nick Vossenbelt. Doelpunt 6 al van dit seizoen en hij zet Almere in vuur en vlam.